Reinald Poupon, hoe is je debuut in de tweede divisie bevallen? Het was even wennen. Natuurlijk had ik mijn goal gevierd met de overwinning. Maar dat mocht niet zo zijn. Al met al, redelijk debuut. Is het genoeg twee trainingen in de benen om dit niveau meteen op te pakken? Nee, zeker niet. Zeker niet. Het niveau van de training was heel hoog ook. Eigenlijk moest ik gewoon eigenlijk een beetje bijbenen. Vandaag was de eerste 90 minuten in een lange tijd. Mijn laatste wedstrijd was begin mei ergens. Dus het was eigenlijk begin van mij de voorbereiding nu pas. Als je naar de wedstrijd kijkt, het leek alsof jullie in de eerste helft de controle hadden en die narust helemaal kwijtraken. Wat zie jij gebeuren? Eerste helft ging het prima. We hadden ook de controle op de wedstrijd. Alleen ga je met rust, ga je 1-1 de rust in plaats van 1-0. En dat was misschien wel een klap. En die misschien na rust nog wel impact heeft gehad. Eigenlijk was het de ingooi. Eigenlijk eenvoudig verdedigen, heel moeilijk of makkelijk. En je staat 2-1 achter en dan loop je achter de feiten aan. Ja, want daarna kwam het ook eigenlijk niet meer goed totdat het in blessuretijd nog spannend werd. Ja, precies. Eigenlijk kom je nog goed weg, want dan komen nog een paar keer 1-1 op de keeper. Of met z'n tweeën 2-1 tegen de keeper. Dat spelen ze dan niet goed uit en als ze dan scoren, dan is het helemaal afgelopen. En dan maak je nog op zich spannend in de laatste minuut. Dan krijg je nog een kleine kans, schietkans met Galit. Ja, als je niet aan de riet schiet, dan stil je eigenlijk een puntje weg. Het zal ongetwijfeld geen feestelijke stemming bij jullie zijn. 1 punt na 3 wedstrijden. Nu ben jij afgelopen week binnengehaald. Merk jij dat misschien te maken kan hebben met het feit dat de seizoenstart teleurstellend is geweest? Want 2 weken geleden kwamen jullie er nog niet uit. Als het 2 weken geleden alles goed was gegaan, dan was ik er 2 weken geleden al. Ik wilde naar IJsselmeer volgens IJsselmeer volgens wilde mij ook hebben. Dus ik denk niet dat het wat te maken heeft met de start. Waarom wilde je zo graag naar IJsselmeer volgens? Eigenlijk eerlijk gezegd wilde ik niet lang meer wachten. Ik wilde eigenlijk niet meer wachten om op een club. Op een profclub? Ja. En die kwam maar niet, die kwam maar niet. En op een gegeven moment moet je gaan kiezen. En dan is de keuze snel gemaakt. Het is IJsselmeer volgens of het was niks. Want je hebt nu 5 jaar Turkije achter de rug. Ja. Van waar de stap terug naar Nederland? Ik ben al 5 jaar in het buitenland. Ik denk de laatste 2 jaar zonder mijn familie ook. Vanwege corona en et cetera. En 5 jaar zo lang in het buitenland. Ik ben 33, 34 nu helemaal. De stap terug naar Nederland is geen slechte stap, denk ik. En een logische stap ook. Het enige positieve wat je kan zeggen wat jou betreft is de eerste goal ligt er alvast in. Dus die druk is van de ketel. Ja, maar ik wist wel dat ik mijn goals ga maken. Overal waar ik heb gespeeld heb ik goals gemaakt. Als het nou 1 is of 2, ik weet dat ik kan scoren. Die kwaliteit, daar twijfel ik niet aan. Dus het is lekker natuurlijk dat hij gelijk is gekomen. Maar wat ik zeg, ik had het liever met de overwinning.